op scholen. Vermiste helikopter gevonden. En Diakonessenhuis, 55 jaar. Goedenavond, welkom bij een gloednieuwe aflevering van het 10 Minuten Jeugdjournaal. Je hebt er vast van gehoord of het misschien zelfs wel gezien. Vorige week heeft een leerling van de LBO-school gevochten met zijn docent. En heel Suriname sprak er schande van. De beelden waren via social media te zien. De jongen in gevecht met de leerkracht en de klas deed er niets aan om het gevecht te stoppen. Sterker nog, ze waren aan het juichen. Milton Bisschop werkt bij Opa Doelie, een cellenhuis voor jongeren die iets verkeerd hebben gedaan. Samen met zijn collega's gaat hij de scholen langs om voorlichting te geven. Het gaat niet om het incident heeft plaatsgevonden op de school. De school was al ingeroosterd en op deze dag, dus vandaag dus, zouden we hier zijn om voorlichting te geven. We geven invulling aan de preventieve zijde van de politie. U moet rekening houden dat we nu sedert januari bezig zijn de scholen aan te doen middels preventie. De kinderen, de scholieren weerbaar te maken tegen de jeugdcriminaliteit. En dat is de reden waar we hier zijn. In feite zijn we bezig tot 1 december. Het is niet leuk wanneer je verschut voelt staan. Je voelt je dan misschien gedwongen om stoer te doen voor je vrienden of klasgenoten. Maar het is toch altijd beter om je in te houden. Mensen, houd u rekening mee. Elk stoer gedrag of elke macho gedrag of elk gedrag dat je gaat tentoonstellen zal gevolgen met zich meebrengen. Voor de leerlingen is het even wennen. Niet de leerkracht voor de klas, maar een politieman. Die je vertelt dat je moet voorkomen om in Opa Doelie terecht te komen. We hebben vandaag geleerd dat we dingen niet buiten dingen stoer moeten doen. En we moeten elkaar gedragen. En we moeten iets leren. En we kunnen iets later in de maatschappij worden. Tot nu toe heb ik geen slechte behandeling gepleegd. Ook niet. Geen slechte pleeg. Zoals ik altijd zeg, de mensen die kijken, de jongeren, wees altijd voorzichtig. Laat u niet meesleuren door slechte vrienden. Weet wie uw vrienden zijn en doe alles eraan om niet negatief in aanraking te komen met de politie. Het gaat je achtervolgen de rest van je leven. Gelooft u me wat ik zeg. Voor deze leerling is de voorlichting voorbij. Het team van meneer Bisschop gaat wel door. Misschien zijn ze morgen wel bij jou op school. Vrijspraak. Dat zei de auditeur militair vandaag over 4 verdachten die voor de krijgsraad moesten verschijnen. Er is geen of te weinig bewijs dat ze iets te maken hebben gehad met de 8 decembermoorden. Geen van de verdachten waren zelf aanwezig. Wel hun advocaten en de advocaat van de nabestaanden. Het probleem is dat wij als nabestaanden niet een bijdrage hebben mogen leveren aan het voeren van het bewijs, het vinden van het bewijs. U moet het vergelijken met dat je een arts bent, maar je kan een patiënt niet onderzoeken. Dan kun je achteraf gewoon niet vaststellen of die patiënt nou wel of niet ziek is. Wij hebben geen bijdrage mogen leveren aan het bewijs, aan het onderzoek. Dus wij kunnen ook niet met zekerheid vaststellen of de conclusies van de auditeur militair terecht dan wel niet terecht zijn. Vandaag is het precies 10 jaar geleden dat het 8 december strafproces is begonnen. Toen werd de zitting gehouden in Boksel, waar alles zwaar beveiligd was. Wij openen de krijgsraadzitting van 30 november 2007. 25 verdachten stonden op de lijst en de hoofdverdachte is Daisy Boutersen. Nu na 10 jaar is de krijgsraad eindelijk zover dat de familie van de slachtoffers te horen krijgen wie verantwoordelijk is voor de dood van de 15 mannen op 8 december 1982. Wij hebben geen stappen te zetten in deze. We hebben juist gevraagd om mee te mogen doen aan het leveren van het bewijs. Die gelegenheid is ons niet geboden. Dus wij moeten het gewoon doen met wat de auditeur militair concludeert. En als, laat maar zeggen, als rechtgeaarde burgers heb je niet veel anders te doen dan je dan neer te leggen in ieder geval bij datgene wat de auditeur militair concludeert. Dus de nabestaanden hebben, zover ik het nu kan overzien, geen middelen, geen rechtsmiddelen om tegen deze conclusies, maar ook de andere, want er zijn ook eerdere vrijspraken geweest in de 8 decemberzaak, althans
eisen tot vrijspraak. Wij kunnen daar niet in de beoordeling daarvan treden. We kunnen alleen maar vaststellen dat we daarmee moeten leven. Voor de volgende zitting is nog geen datum genoemd. Maar de verwachting is dat het proces halverwege 2018 afgelopen moet zijn. De helikopter van Hijack, die bijna 2 jaar geleden spoorloos verdwenen was, is gevonden. In het bos dichtbij Atjoni is het wrak ontdekt. In het wrak zijn ook de resten van de bemanning gevonden. Donovan, die de piloot was, en de technicus Riatno. Er is maanden gezocht naar de 2 mannen en het leek alsof ze van de aardbodem verdwenen waren. De laatste keer zijn Gerald van Embrix en zijn team gaan zoeken op de plek, niet ver van waar de helikopter nu gevonden is. Het bos van Suriname is heel... heel dik. Wij noemen het broccoli, die bloemkool, is helemaal dicht. Dus je kan even nagaan van hoe het dan uitziet. En we checken als ergens in het bos kapotte bomen hebben en als we die helikopter natuurlijk daar tussen die bomen kunnen zien. Donovan en Riatno waren op weg terug naar Paramaribo toen de helikopter van de radar verdween. Ze hadden stembussen afgeleverd in het district Sipaliwini. Er zijn foto's gemaakt van het wrak van de helikopter. En Gerald van Embrix heeft op basis van de foto's bevestigd dat het om zijn helikopter gaat. Het wrak werd woensdag in het oerwoud ontdekt door de mannen die in het gebied onderzoek doen voor een Chinees houtkapbedrijf. Gerald van Embrix is samen met de politie vanmorgen vroeg op pad gegaan. Het is een wandeling door het bos van zeker 5 uur. Bigiari voor het Diakonessenhuis. Vandaag bestaat het precies 55 jaar. Uiteraard was er daarom een feest met zang en taart. En we zijn ook nog even bij het ziekenhuis langs geweest om ze zelf te feliciteren. In de afgelopen 55 jaar is er in het Diakonessenhuis een heleboel veranderd. Zo is de apparatuur die nu gebruikt wordt om zieke mensen beter te maken, veel beter dan vroeger. Nou, wat het heden betreft is voor mij makkelijk. Het verleden is moeilijker, omdat ik maar 7 jaar werkzaam ben in dit ziekenhuis. Maar in die 7 jaar is me wel een nodige ontwikkeling bij opgevallen. Binnenshuis, de urologie, geïntroduceerd hier. Er was al een uroloog, maar er is toch wat uitbreiding qua mogelijkheden en ook wat betreft apparatuur. De apparatuur is niet het enige dat in de afgelopen jaren is veranderd. Het gebouw zelf is ook met haar tijd meegegaan en zo is het ziekenhuis steeds een stukje groter geworden. Het Diakonessenhuis bestaat 30 november, 55 jaar. Het is een hele geschiedenis. Het gebouw zelf bestond vroeger uit 1 vleugel. En jaren later is toen de 2e vleugel bijgebouwd. Het Diakonessenhuis heeft ook een eigen kinderafdeling. Het is natuurlijk helemaal niet leuk om in het ziekenhuis te moeten liggen. En daarom is het extra belangrijk dat er goed voor je gezorgd wordt. En gelukkig gaat ook deze afdeling met haar tijd mee. Na de oprichting bestond de kinderafdeling uit 8 bedden. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot 33 bedden. En ook onze specialisme is uitgebreid, onze apparatuur is uitgebreid. Kortom, het heeft een hele verandering meegemaakt in de afgelopen 55 jaar. Gefeliciteerd Diakonessenhuis. Nog vele gezonde jaren. Niet alleen voor jullie, maar ook voor alle patiënten. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van een 10 minuten jeugdjournaal. Slaap lekker voor straks en ik zie je morgen.